Marouaan, jij bent een ras echte Rotterdammer en dan teken jij vandaag je eerste profcontract bij Feyenoord. Omschrijf het eens. Ja, ik ben heel trots op dit moment. Ik ben hier lang naar uitgekeken. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen van Feyenoord. Ja, het is mooi om dit zo te delen met mijn familie, mee te tekenen. Hey, wij kennen jou al een paar jaar vanuit de jeugdopleiding. Je bent een zeer creatieve speler. Hoe zou je jezelf willen omschrijven? Ja, ik ben een creatieve aanvaller die zijn mannetje wel kan passeren. Ik zwerf wel graag een beetje rond in het veld. Ik heb een goed scorend vermogen. En ik kan mijn mannetje ook wel voor het doel zetten. De frivole linksbenige aanvaller Marouaan Asselkan heeft zijn eerste profcontract getekend. Dat lijkt me wel een speler naar uw hart. Dat klopt, ja, dat is een speler net wat je zegt, met specifieke kwaliteiten. Hij kan linksbuiten, rechtsbuiten, achter de spits, maar enorm technisch vaardig, snel. Je zegt linksbenig, maar zijn rechtse been doet heel behoorlijk mee, dus het is eigenlijk nagenoeg tweebenig. Is al vanaf de onder 11 in de Feyenoord Academy, dus we hebben hem al een heel aantal jaren bij Feyenoord. Daarvoor is hij begonnen bij Neptunus, echte Rotterdammer. En, ja, ontwikkelt zich goed. Wat ik al zeg, technisch vaardig, slimme voetballer. Het is niet de grootste en de krachtigste, dus hij moet slim zijn, hij moet technisch vaardig zijn. Maar hij heeft die specifieke kwaliteiten, speelt in de onder 17, af en toe al in de onder 19. Volgend jaar gaat hij absoluut door naar de onder 19. En, nou, we hebben hem willen belonen met een contract, met een stukje rust geven, waarin hij dus verder kan bij Feyenoord. Nou, hij heeft het vertrouwen ook in Feyenoord uitgesproken. Ik denk dat we samen een mooie jaar in kunnen gaan. Ik hoop me volgend jaar gewoon goed door te ontwikkelen in de A1. Dan hoop ik snel door te stromen naar het eerste elftal. Maar ik wil eerst belangrijk zijn in de onder 19. Veel goals te scoren. Hoe ga je dit vieren, dit moment? Ja, straks even lekker eentje. Even gewoon genieten van deze dag. Het is een mooie dag. Het komt niet vaak voor. Audet, van harte gefeliciteerd. 19 jaar geworden vandaag en je eerste profcontract getekend bij Feyenoord. Het ideale cadeau? Zeker, zeker. Kan niet mooier. Wat dacht jij toen Martin van Geel bij jou aangaf van joh, jij gaat een profcontract tekenen bij Feyenoord? Ja, ik was echt heel erg blij. Verder, ja, dat was gewoon super blij. Wat voor seizoen heb jij achter de rug bij de onder 19? Ja, best wel een bewegend seizoen. Ik ben goed begonnen. Daarna tegen Ajax raakte ik geblesseerd. Heb ik mijn enkelband ingescheurd. Ben ik weer teruggekomen. Een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Toen kreeg ik last van mijn lies, heb ik het laten checken. En heb ik laatst een operatie gehad. En nu ben ik weer op de weg terug. Dus, Daidé is vorig jaar teruggekomen van ADO Den Haag, Villarreal. Wat dat betreft heeft hij wat gewisseld van clubs in de afgelopen jaren. Ook in het verleden al bij Feyenoord geweest, Sparta. Nou is een speler die uit Rotterdam afkomstig. Rechtsbuiten met specifieke kwaliteiten, krachtig. Snel, goede voorzet, kan een man uitspelen. Is vorig jaar gekomen, heeft zich eigenlijk dusdanig ontwikkeld in de onder 19. Onder andere ook in de Youth League wedstrijden presenteerde hij zich prima. Nou, volgend jaar met een vast team in de belofteselectie, daar wordt hij een onderdeel van. Dus we gaan hem een eenjarig contract aanbieden. Met daarnaast nog een eenzijdige optie door Feyenoord te lichten van nog een jaar. Nou, hij kan zich volgend jaar gaan presenteren in die nieuwe groep onder leiding van Peter van den Berg. En Ulrich van Gobbel. Nou, ben jij hier met veel familie en vrienden? Hoe ga je zo'n dag als vandaag vieren? Ja, we gaan vanavond lekker uit eten met z'n allen. Zometeen bij mij thuis nog even chillen. Dus mooi.